Yo, kijk eens een video van FIFA 20 Ultimate Team. En ik had iets anders gedaan, dus ik ging nu. Ofwel, ik had iets op mijn Instagram zetten. Dan ga ik eerder. Hier. Oh. Ja, ik ga even mijn cam zetten, want dan kan ik het beter zien. Niet boven het uitknopje. Want ik had namelijk. Dit is groot. Ik hoop dat ik het zo een beetje kan zien. Want. Ja, ik ga hem even een beetje kleiner maken. Even zo. Want. Ja, ik weet niet wie dit ook weer was. Maar in ieder geval. Twee kaartjes hadden sowieso wat ik had gezet. Oh wacht, ik kan hier ook wel even mijn team op achtergrond zetten. Want dan zien jullie ook daar even heen. Maar in ieder geval, ik had gevraagd voor. Dat ik ga toen ook wat team veroordelen van jullie. Dat ga ik ook doen. Ik ga hier even op reageren. En ik zie al gelijk een hele goede spets wat hij heeft gedaan. Meneer Aguero, zeer nice. Maris, of in ieder geval die. Algerijnse speler van Manchester City. Dat is ook zeer nice, goede connectie ook. En ook Sané. En ja, ze zeggen de een vindt Sané wel fijn, de ander niet. Dus ja, ik zou het wel vinden. Wie had hij daar nou? Is dat nou dingers? Oké, ik moet eerder. Oké, dat vind ik een beetje gek. Volgens mij zie ik dat hij daar wel even op groot beeld. Want volgens mij is hier. Voor mij is dat Ronaldo. Alleen ja, ik kan niet echt kort bij, want dan zit ik echt kijken op mijn cam. Ja, volgens mij is dat. Want ik heb het even vanuit mijn telefoon heb ik het even een screenshot gemaakt. En zo naar. Mijn laptop gezet, want dan kon ik beter scherm callen. En dan hier zie ik een lekkere icon. Oh, Owen. Ja, ik zou niet zelf niet echt voor Owen kiezen. Maar, ja, sommigen wel. Ja, ik heb dan weer, bij icons is sowieso, ja, de een vindt die icon, de ander vindt die. Misschien vindt iemand, daar Piero, nee, Eusebio bijvoorbeeld, weer fijn. Ja, nou, en stel, ik vind wordt die weer niet fijn, want ik vind dan Zidane weer fijn. Ja, dat is echt een wisseling. Ja, ik zou niet snel voor Owen kiezen, omdat, ja, die heeft volgens mij iets wat ik niet echt fijn bij mijn team. Heeft, is niet echt toepas. Ja, ik ga sowieso even hoe dan mijn telefoon ondertussen kijken, want dan kan ik even inzoomen. Want dan kan ik beter inzoomen en dan kan ik het zelf ook beter zien als ik het niet goed zie. Sommige die zie ik wel dan echt, maar ja, deze is het. Welke is die? Ja, Olympische. Ja, ik weet even, ik heb sommige spelers weet ik niet precies. Alleen ja, dat is wel nice als een Weekend League speler. En dan sowieso. Ja, hier kan hij misschien nog een andere pakken. Want de connectie hiermee is een beetje matig. Ik heb dan bijvoorbeeld Wijnaldum of zo. Dat is zeker nice. Ja, of. Oh nee, ja. Nee, dan moet je juist een Spaanse speler hebben, denk ik. Een Spaanse. Ja, of een icon kan natuurlijk ook. Ik weet zo even niet even hoe je speler voor op Stamford met. Wat die hier kan, wat een goede connectie is voor Maris en volgens mij Sergio Ramos. Maar dat weet ik niet zeker, want ik ga nu daarheen juist. Oh nee, verkeerde. Dat moet ik heel even zien. En volgens mij Sergio Ramos, want dat weet ik niet zeker. Oh, welke is ook weer bij Real Madrid die op
rechts beneden staat. Oh, er was er nog één. Maar ja, dat is sowieso een ei. En dan zie ik hier Eden. Ja, ik weet niet hoe je die naam, die achternaam uitspreekt. Sorry, ik weet echt niet hoe die achternaam uitspreekt. Maar in ieder geval, dat is gewoon zeer nice. Hij heeft voor op center, met op centerback heeft hij, ja, dit is op zijn Nederlands. Daarom zeg ik een centerback. Ik ben daar gewoon gewend. Ik speel hier altijd op, met de Engelse tags. Waarom in ieder geval center verdedigen. Oké, ik weet niet hoe je dat zegt op Nederland. Hoe staat de back? Eden. Ja, ik weet niet hoe je die achternaam uitspreekt. Dus in ieder geval, dat is gewoon zeer nice. Dat hij die heeft. Nu ben ik weer achter mijn icon. Volgens mij heeft hij Del Primo. Oh, hoe heet die nou? Ik moet nu even gaan kijken. Hoe spreek ik die naam uit? Ik weet het dan wel, zeg maar. Ja, dat is hem. Terwijl Del Piero, ja, ik weet niet hoe je dan Italiaans achternaam uitspreekt, maar in ieder geval. Del Piero is dat zeker nice. Is dat, dat is ook best wel nice hem op, dat is toch hem. Dat is toch een centerback, als ik het niet goed had. In ieder geval. Gewoon ook lekker van Icon. Volgens mij is dat, was dat hem. Ik ga nog even kijken. De PPP. Of is hij nou. Nee, hij is. Ja, of hij heeft gewoon veranderd, dat kan ook. Dus je hebt ook van alle spelers, maar in ieder geval lekker even. Italiaanse spelertjes, zodat. Ja, hier. Deze twee goed kon connecten en natuurlijk Allison, Jazzy, maar daar ga ik zo doorheen. En dan zie ik hier Alexandro, dat is zeker nice, gewoon echt. Dat is sowieso gewoon een goede linksback. Ja, dat staat links, oké, geen idee hoe je het zei in Nederland. Dat is zeker een goede linksback voor als je zo'n teampje hebt. Gewoon hier twee goede aanvallers, ook wel goede centermids, behalve, ja, ik zou niet snel voor ogen, maar ja, hij wel. Maar in ieder geval, sowieso Alexander ook zeker wel een goede kaart. Hij heeft een goede verdediging en dat. En ja, hier ook gewoon, wat ik eerder ook al zei, dat is gewoon een schotking, een schietking, die kan gewoon alles. Maar die knalt zo wel de bal erin als je een beetje goed bent. En dan zie ik hier bij de goalkeepers. Bij de doelman of zo. Goalkeep. Ligt aan waar je hem op hebt staan. Zie ik gewoon Allison. Allison Baker. Zeker gewoon een goede goalkeeper. Eigenlijk, ja. Als je echt een goede keeper zou willen, dan kun je het beste gewoon van de Sar pakken. Maar die is wel prijzig. Ik weet niet zo in mijn hoofd hoeveel. Moet ik even snel. Oh, niet naar de weer. Oh ja, Edwin van der Sar heet die. Dat vind ik gewoon een goede. Ja, alleen ja, dat is best wel duur. En mijn Allison is net iets goedkoper. Maar aan mijn hoofd. Ja, volgens mij is het net een goede koper staan, maar die heeft ook een, dat is ook een Weekend League kaart. Dus zeer nice. Die gaat weg. Nu naar deze. Hallo. Oké, deze heeft ook een teampje op stuur. En ik zie hier best wel een nice team. Meneer Ronaldo. CR7, hoe die ook wel wordt genoemd. Zeer nice. De Champions weg. Volgens mij, ja, Champions weg. Maar gewoon zeer nice. Dan heb je hier. Is dat.
Sowieso Frans League, weet ik niet echt veel van Leo en zo. Maar ik ga deze even gewoon wel nog een keer even dingen klikken. Dus ik weet niet echt precies wie dat dit is. In ieder geval sowieso wel nice. Misschien dat je nog op strike stand wel spits in Nederland nog Neymar. Ja, of nee, dat gaat niet, want die heeft hier dingen. Ik wil zeggen nog misschien Dybala. Paulo Dybala. Of nee, dat gaat ook niet. Want maar wat boeit dat ook? Zijn we dan drie goede spelers? Misschien dan nog Messi of Paulo Dybala. Of Neymar op. Oh nee, volgens mij, laat maar. Die aan het team, maar in ieder geval. Dan nog Neymar of Messi erop. Die om kunnen wisselen, want. Dan kun je. Dybala kun je dan. Connecten met Messi, want hij doet een Argentijn en Messi ook. Dus dat is dan misschien nog een goede upgrade. Want dan heb je echt een sterke. Spits of strike verdediging. Dus dat was heel nice. En ik zie hier dus staan, zag ik al. Kaya Mbappé. Waarom Mbappé? Weet wel hoe het zegt. Dat is ook gewoon zeer nice kaart. Gewoon echt zijn schot en gewoon. Picobello. Echt zo Picobello. Echt. Dat die is echt net als ook weer Romeo. We hebben die vorige. Maar echt. Als je die gewoon in je team hebt, dan mis je gewoon bijna geen schot. Als je gewoon een beetje goed bent met schieten en dan. En dan ga ik nu naar de volgende. En dan nu moet ik even kijken. Want dat is Nederlander. En dan weet ik even niet welke het is. Want je hebt veel meer. Dus ik ga zelf even kijken. Want ik weet wel wat Nederlanders alleen. Voor wie staat veel te doen. Achteraan. Daar staat die fucking Icon League. Oh, Icons. Nederland. What the fuck, hoe Maladief is, what the fuck. Oké, ik ben daar wel benieuwd naar. Ik ben daar gewoon mensen van. Van Maladieven. Ik zie dat echt niet pas. Oh, Seedorf. Ja, gewoon dat ik dat. Oh nee, Gullet. Ja, Gullet dan. Dat is Gullet. Dat is zeker wel een nice kaartje. Want, ja, die is best duur. Dat is Gullet en die is best duur. Ik moet even kijken hoe die ook weer heet, omdat ja, die lijkt een beetje op die andere guy. In ieder geval Gullet, dat is zeker echt een nice icon kaart. Als je die gewoon ook in je team hebt, dan ben je gewoon beast. Gewoon. Oké, hij heeft wel een beetje een rare naam. In ieder geval, dan ben je gewoon beast. Echt. Dat is ook gewoon echt een goede icon. Dat is gewoon echt een goede icon. Ik zou er ook nog wel voor gaan. En dan gaan we hier naar Paulo Dybala. Ja. Ja, volgens mij is Paulo Dybala. Echt, door die, omdat die gezichten dan anders zijn, dan wordt het echt lastig te kijken. En vooral hier. Ik kan het. Ja. Oh ja, ik kan natuurlijk hier ook inzoomen. En dat is ook gewoon einde na elkaar. Je kunt ze gewoon connecten gewoon. Terwijl gewoon echt. Dit is. Hoe is mijn Mertens? Even kijken. Ja, volgens mij wel maar een oude kaart van Mertens. Oh, moet inzoomen. Maar in ieder geval gewoon na elkaar. Dat is ook gewoon een nice speler voor je team. Die kan gewoon passen. Die heeft een goede paas, die heeft een goede skill, die heeft een goede schot en een goede speed ook nog. Dat ook nog dan.
En dit is zeker ook een nice kaartje die heeft. En dan, ja, volgens mij is dit Mertens. Maar dat is voor mij, wanneer voor mij is ook een, centrumet of in ieder geval, ja, centrumet. Zo, dus volgens mij is, volgens mij kan dat gewoon allebei. Maar in ieder geval volgens mij is dat gewoon Mertens, want dat is een Belg. Ik weet dat sowieso Mertens ook een Belg is, daarom. Dus dat is zeker gewoon een nice kaartje. Want dat je gewoon Mertens voor je team, alleen, ja, als je echt goed Weekend League speelt, weet niet als dat echt, ja, slim is. Want ja, je hebt nu sowieso ook dat Team of the Season. Team of the Season so far. En dan kun je misschien nog... Misschien Zidane. In ieder geval misschien nog daar zetten, want die heeft ook centimeters. Of, want hij heeft dingen... Oh, weet je nou. Ik was weer zijn naam kwijt. Maar in ieder geval, hij heeft ook deze diep. Die is ook best wel duur, dus daarom. En dan kan hij ook misschien gewoon Dino of zo daar neerpleuren. Want dan heeft hij echt, dan gaat hij heel veel weekend niet winnen. Echt, dat is sowieso een goede toevoeging. Dus, maar zeker gewoon wel nice dat hij met zijn heeft neergepleurd. Zo, en dan gaan we naar Poneda. En ik zie hier ook weer bij, wat ik zag bij de vorige. Zie ik ook wel Alexandro en dat is gewoon echt bijna iedereen wat zo'n team heeft hem gewoon op linksback. Dat is gewoon echt, dat is gewoon een goede verdediger voor op linksback te gooien. En vooral als je een beetje goede spelers gaan, dan is hij daar één van. En vooral ook voor Eden, ik zie ook en die Eden Mian. Ik ga hem gewoon eens even opzoeken hier. Ik ga het gewoon hier eens even opzoeken. Ik weet wel de voornaam. Ja. Een Eder Militado. Ja, ik denk zo. Dat is een Braziliaanse naam. Ik weet niet precies hoe je hem uitspreekt. Maar in ieder geval, ik denk dat je hem zo uitspreekt. Dat is dan gewoon ook gewoon een nice. Hem te connecten ook gewoon. Is dat ook gewoon een goede kaart. En ook wat ik daar bij de vorige had, dat is ook zeker wel goed voor. Dat is ook een goede kaart, ook een goede speler. Dus met daarom sowieso Eden, Eder, Militado of zoiets. Is sowieso gewoon een goede verdediger. Op centerback sowieso. En dan gaan we naar de volgende en dat is meneer Sergio Ramos. En gewoon echt, dat is ook een goede verdediger voor Weekend League. Sowieso. Want dit heeft voor bijna iedereen wel in zijn team als hij Weekend League speelt. Echt. Die heeft voor bijna iedereen wel in zijn team. Dus dat is zeker een nieuwe kaart als jullie nog spelers willen weten, sowieso ook. Koop hem dan. Koop Sergio Ramos. Dat is zeker een nieuwe speler voor Weekend League en alles. Dus, en dan. Want dan ja, heb je sowieso een goede verdediging. En vooral met deze drie al. Ja, de volgende lijkt mij niet echt. Omdat, ja, dat is een Franse league volgens mij. Ik weet even niet welke. Dus ik... Ja, dat is een Franse league waar je niet echt veel van hoort of zo. Waar je niet echt veel spelers. Dus daarom, ja, zou ik zeggen. Ik zou een andere opgooien. Ik weet echt niet welke. Dus. Dat is Frankrijk. Ja, ik zou gewoon kijken voor eigenlijk een Franse. Rechtsback van. Misschien. Icon, ik weet even niet als die bestaan. Ja, of van de La Liga. Daar volgens mij bestaat wel iemand van. Nee, ik weet even niet meer wie. Volgens mij is dat. Oh, ik heb er wel een in mijn hoofd.
die. Ja. Oh ja, die andere guy. Oh, hoe heet die nou? Ik heb volgens mij wel wat eentje in mijn hoofd, alleen ik weet even hoe hij heet. Dus ook wel een... Oké. Okay. Oh nee, nee. Dan is dat een andere land. Oh ja, dat is van een Portugees. Ja, er bestaan geen... Maar het zijn wel normale packs. Er bestaan wel normale center packs daarvan. Dat zijn dubbels ook wel goede. En volgens mij kun je daar ook een rechtsback kaartje op zetten. En anders doe je gewoon een center pack. Boeien, want je hebt dan hier vooraan. Want sowieso, oh ja, dat is eigenlijk wel nice. Dus. Kunt, hij is sowieso een rechtsback. Dus dan kun je hem gewoon op rechtsback zetten met een kaart van rechtsback. En dan kun je bijvoorbeeld vooraan, Rafael vooraan of, weet je andere guy, Early Demon. Of ja, ik weet niet hoe hij die uitspreekt, maar in ieder geval zoiets. Die kun je dan op centerback plaatsen. Dan heb je ook wel een nice. Vooral als je Rafael vooraan neerzet. Dan heb je ook nog iets aan je keeper. Zoals meneer Ter Stegen. Dat is zeker een nice keeper voor te connecten. Want dan echt met deze twee ga je echt. Dan je hebt gewoon goede verdediging. Als je hier dan nog. Als je hem op rechtsback neerzet, op de kant. En hier bijvoorbeeld Rafael vooraan. Dan is het sowieso nog veel sterker. Want ja, je hebt dus dan Alexandro. En hij is Braziliaans en hij is ook best goed van in La Liga. Daarom is dit dan gewoon een goede verdediging. Okay. En ook, je zou hier nog Messi of zo neer kunnen zetten. En dan... Ik heb een goede strike. Dus dat is daarom zeer nice. Dat het, want echt, dit is ook gewoon een goed team. Dit zijn twee goede teams. Voor als je nog tips willen, kun je gewoon hier ook een beetje naar kijken wat de goede spelers zijn. Dan ga ik je nu even. Maar stoppen en dan ga ik nu even hierheen. En dan ga ik nu even, heb ik nou nieuwe spelers? Nee, ik had geen nieuwe spelers, maar wel een nieuwe squad lijkt hier. En ik heb ondertussen hem een nieuw contract gegeven. Dus ik ben ondertussen. En wat ik dan nog meer ga zeggen, ik ben gewoon bijna hier, hoppata. 1961, ik hoop eigenlijk vandaag gewoon hoppata. Even die paar potten nog gaan doen en dan dat 2k punten en dan daar. Morgen gewoon weekend niet doen. Ik heb af deze claimen. Die claimen, want gewoon even lekker voor de munten. Dus 20 dingen bij. En ja, je ziet het. Ik moet wel nog even. Deze dingen doet ja, of ik ga hem allemaal sowieso verkopen, weet ik nog niet zeker. Ik heb sowieso gewoon echt een zon, dat vind ik zeer nice dat ik die heb. Ja, en sowieso nog een andere keeper, alleen ja, deze heb ik gewoon als wissel hier staan. En deze die ga ik gewoon bewaren, ik ga niet zo dom zijn als die, wat ik doe, dat gediscard. Nee, ik bewaar die gewoon, Pirlo, en dan stel ik heb een keer... een rode kaart, dan kan ik altijd hem erin zetten en dan bijvoorbeeld hem op hem, stel hij heeft een rode kaart, kan ik hem altijd die erop zetten. Daarom ga ik die dus gewoon bewaren. En deze, ja, weet ik niet, ik kan het ook niet verkopen of zo, ik snap ook niet waarom. In ieder geval, deze die ga ik misschien gebruiken voor SPC's, dat zijn in ieder geval twee Team of the Seasons. Ja, en dan heb ik eigenlijk niet echt veel om te zeggen. Maar in ieder geval, ik ga sowieso proberen ook voor Alex Tech. Zo, misschien morgen gewoon
Sowieso ga ik proberen dat ik dan met elke met weekly live ga op YouTube. Want, ja, Mixer heb ik bijna geen mensen wat kijken. Dus daarom wil ik gewoon dan live gaan op YouTube. Alleen, ja, eerst ook even die paar puntjes pakken. Ik moet nog 2 keer winnen. Nee, dat heb ik gewoon even moeilijk voor. En, ik had hem wel aangezet. En dan nog 8. En we nog 10 keer hoef ik maar te verliezen. Dan krijg ik 4. En ik weet even niet hoeveel keer gelijk spelen. In ieder geval ook wat minder. Dus maar in ieder geval, ik hoef niet meer echt zoveel. Dus dat ga ik daar ook wel even doen. En ik ga hier dus de video afsluiten. Hopelijk wil ik even blijven of zeker niet te abonneren op mijn kanaal onder de video. En op dat pack lekker naast van Nick. Zeg ik altijd adios.